Welkom bij weer een nieuw takenverhaal. In deze aflevering volgen we onze navigatie, hebben we een communicatiestoornis met een weginspecteur, gaan we over het randje en dan halen we een paar filmpjes uit de oude doos. We gaan beginnen! Welkom allemaal, tof dat jullie weer kijken. Ik zit nu even in onze Ducato-bus. Ik moet even een scootertje voor mezelf wegbrengen. En ja, dat geeft me ook meteen mooi even de gelegenheid om een filmpje op te nemen. Om introductiefilmpjes en zo op te nemen. Afgelopen week, het was eigenlijk een stom toeval. Ik heb alleen maar klusjes gehad van auto's die vast zaten. Maar dat was net niet genoeg om er even een leuk filmpje van te maken. En nou had ik op YouTube had ik nog twee filmpjes staan. Die wat korter zijn, die niet zo heel erg goed bekeken zijn nog. En waar ook auto's bij vast zaten. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik pak gewoon die twee filmpjes en die doe ik bij die drie filmpjes van deze week. En dan hebben we een mooi, dan redden we net een half uurtje, dat is net mooi lang genoeg. En dan hebben we een leuk filmpje. Dus we gaan nu even beginnen met de twee oude filmpjes. Ik plak ze even aan elkaar. Het is een auto die vast zit in Uithoren en een auto die vast zat in Abbenes. Die laatste was na een ongeval. Ik vertel alles er wel over en ik ga ondertussen even mijn scootertje laaien. Uithoren, melding auto in de groenstrook. En best een end in de groenstrook, zou ik maar zeggen. Er zit net geen 4x4 op die Volvo, dus ja, je moet wat.
zou je maar hebben. En daar in de verte staat mijn charmante assistente te lieren. We gaan hem even binnenhalen. Doei. Als je nou denkt, dat moest hij daar. Ja, pijlbuizen moesten er gecheckt worden. Of zoiets. Klein stukje nog. Nou, tot zover de oude meuk, zal ik dan maar even zeggen. Gaan we nu over tot de orde van de dag. Eerste filmpje. Mijn collega Mitchell die was naar een bestelbusje, bezorgbusje wat vaststond. En die had wat problemen. Nou, jullie horen het allemaal wel in het filmpje, dus kijk maar eventjes. We zijn in de Kwakel. Daar staat mijn collega Mitchell bij een bestelbusje, bezorgbusje van DHL. Meer DHL zou je bijna zeggen. En die staat met zijn wielen, met zijn voorwielen van het asfalt af. Maar die rand, of tenminste, en dat asfalt dat legt net te hoog, dus hij heeft net geen grip meer. En mijn collega Mitchell kan er niet achter komen met zijn auto. Dus dan hadden we hem al wat tips gegeven. Hij heeft geen krik, maar hij heeft een kussen. Dus deel hem met het kussen op, legt de blokjes onder en dan komt hij wel los. Alleen zijn kussen begaf het. Kijk, daar staat hij. We gaan hem even opkrikken aan de voorkant en dan kan die langzaam naar achteren rijden. Thank you.
Ik weet niet waar de bezorgmeneer ze vandaan heeft, maar ijsje is hartstikke lekker met dit weer. En zo zie je maar weer dat twee dingen zijn van belang. Beetje goede conditie, dan heb je dat geheig van mij niet. Sorry. En goed spul, goed materieel. Oké, nou, scooter staat vast. Dus we kunnen zo gaan rijden. Eerst nog even volgende verhaaltje maken. Ik heb geen idee waar die jongen... Ik denk dat hij een vriezer zat of zo. Want, weet dat? Ik doe meteen even de deur dicht. Die ijsjes die waren echt gewoon nog knijterhard. En lekker. Wij gaan naar het volgende filmpje. Moet ik even denken. Hey buurman. Volgende filmpje, dat is een filmpje over ook een DHL busje. En nou ja, iets met navigatie en jullie zien het wel. We zijn onderweg naar een stelbus die vaststaat. Daar kwam ik net aanrijden en ik zag hem wel staan. Hij staat aan de andere kant van het gebouw wat jullie hier links zien. Hij staat in het weiland, kijk. Het zal die zijn. Krijgen ze het altijd van me? Hoe dan? Waarom? Waarom? God, kanon, hij. Nou, ik ga eerst eens even kijken, want voor ik zelf naar het weiland in ga rijden, we gaan eens even zoeken.
Nou, hier is hij dus erin gegaan. En daar moest hij bezorgen. En hij was dan nog wel zo slim geweest om die plas heen te rijden die daar liggen. Want ja, daar kan je in vast komen te zitten. Wel goed voor mijn stappenteller is. Nou, hier doorheen. En dit is de plek waar die vast komt te zitten. Nou, dat is van die achterwielen natuurlijk. Ze hadden nog wel mijn blokjes geprobeerd, maar ja. Niet zoveel zin. Kijk, en naar voren had misschien nog wel gekund daar zo, want daar heb je natuurlijk een weg. Alleen heb ik hier een redelijk diepe kuil en hier zo, hier, daar en daar zo, daar liggen twee hele grote bulten. Dus daar was hij nooit overheen gekomen. Ja, niet normaal, laat ik het zo zeggen. Dus nee, achteruit eruit en we gaan er weer vertussen. We gaan naar de volgende. Nou, zo zijn we alweer aangekomen bij het laatste filmpje van dit takelverhaal. Ja, ik zei het in het intro al, communicatie is heel belangrijk en duidelijkheid. En ja, soms dan doe je dat niet. Een auto die vast zat. Ja, want het zijn alleen maar auto's die vast zat. Dat blijkt wel uit de titel. En ja, een beetje ruis op de zender met in de communicatie met de weginspecteur. Mijn fout, ik heb niet goed op zitten letten. Maar gelukkig is het goed afgelopen. We zitten op de afrit van de A4 richting de N201. Richting Hoofddorp. En we moeten even de 201 oversteken en dan gaan we naar de oprit. Ik heb net even contact gehad met de verkeerscentrale. En die zeiden dat ik het beste even zo kon rijden. Want op de... Nou ben ik hem even kwijt. Nou, op de oprit staat een auto vast achter de vangrail. Zo'n 20 meter daarachter. Oh daar. Oh, dat is wel netjes gedaan. Maar hoe dan? En waarom? Dat ook vooral. Staat een weginspecteur aan het begin van de oprit. Die is de boel dicht aan het gooien. Dan kan ik even keren. Even uitkijken dat ik niet te veel. Ik zelf niet vastkomt. Waar komen al die auto's vandaan?
Er was dus even een klein beetje communicatie op de ruis met de WIS. Dat krijg je als je niet goed overlegt. Ik dacht dat hij hem hier dicht ging zetten. Hier al aan het eind. Of aan het begin, dus ik ben net hoe je bekijkt. Maar ja, hij dacht natuurlijk weer slimmer. Hij denkt, ja, dan heb ik daar al mijn auto's staan. Dat schiet niet op, ik zet hem daar af. Vandaar dat ik net aan het keren was en er ineens allemaal auto's voor mijn neus stonden. Maar goed, het is goed afgelopen. En Wist die gaat nu terug, die gaat zijn kegeltjes ophalen. En ik dank jullie weer voor het kijken naar dit takelverhaal. En ik wens jullie allemaal een fijne dag verder, een fijne week. En tot volgende week. Doei doei!